We staan in de countryclub aan de Hillendijk. En het gaat allemaal over de wenskaartenactie van het afgelopen jaar 1989. Rond de feestdagen zijn er allemaal kaarten ingestuurd naar de winkeliersvereniging. En Paul, de voorzitter van de winkeliersvereniging, gaat nu, papapapam, trommelgerof, eventjes de keukenmachine bekendmaken. Wie die heeft gewonnen? Ja, het wordt inderdaad heel spannend. Het gaat in laatste instantie om twee mensen. Dat is Marnix de Vries uit Delft en mevrouw Jansen uit Barendrecht. Ondanks het feit dat we met moeite een keuze hebben kunnen maken tussen de twee inzendingen, hebben we uiteindelijk toch gekozen dat de tweede prijs gaat naar mevrouw Jansen uit Barendrecht. Dank u wel. Mag ik u van harte feliciteren. Ik zal eventjes aan de overige deelnemers en de aanwezigen hier de prijs laten zien. Dat bestaat uit een zelfgemaakt doosje, gekleurd in het rood en het groen, met allemaal schitterende bloemetjes. Met daarin een opvouwbaar papiertje met de tekst prettige kerstdagen. Heel origineel en bijzonder leuk. Ik heb gelezen in de brief dat u er ongeveer 80 heeft gemaakt, hè? Ja, klopt. Inderdaad, dat is een heel kawaii geweest, zeker. Ja, inderdaad. Nou goed, waar wij er een van zijn. Ik ben u echt dankbaar voor die inzending. Dat is hartstikke leuk. Dank u wel. Bedankt. Dat was dus de keukenmachine, die wordt nu overhandigd. Dan gaan we over naar de eerste prijs. De cd-speler, ter waarde van 450 gulden. Die gaat, nou, je weet het eigenlijk al, hè, want je staat al klaar. Ja, mooi niks. Het kan niet missen natuurlijk. Je bent de laatste, in principe de eerste natuurlijk. Nou, de inzending is een schitterende tekening, echt waar. We hebben ons ogen uitgekeken, bijzonder gedetailleerd. Ik weet zeker dat je er enorm veel werk aan hebt. En nou, ik denk dat we hem laten uitvergroten en dat we hem 12 keer zo groot in de studio gaan hangen. Ja, hij ziet er echt hartstikke mooi uit. Volgens mij is dat Floris van den Broek die getekend heeft. Hit Radio Nieuws of wel, ja. Een disco bar met erachter DJ Floris, of is het iemand anders? Ik zou het niet weten. Ik heb een universele DJ genomen. Alles bij elkaar. Dat betekent dat ze er allemaal zo uit zitten. Dat ze er allemaal heen zitten. Ja, goed, nou, van harte gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. En voor jou is de cd-speler. Hartstikke bedankt. Ik hoop dat je er enorm veel plezier aan beleeft. Dat zal wel lukken, denk ik. Kijk eens aan. Ik heb mijn best gedaan. Oké. Bedankt. En tot zover de prijsuitreiking van de wenskaartenactie 89. Misschien dat we dat in 1990 dit jaar ook doen aan het eind van dit jaar.